Edwin Koster, landelijk fietsonderzoek, 55.000 deelnemers. Wat is de waarde van dat onderzoek? Data, heel veel informatie over routes, over snelheden, over de tijdstippen waarop mensen fietsen. Dat is gewoon heel erg belangrijk en met die informatie kan je uiteindelijk je infrastructuur, je inrichting beter maken voor die fietser en daar heeft hij dan profijt van. Als we even kijken naar de snelheid, daar springt Overijssel eruit. 16,2 kilometer per uur in Hengelo en Enschede. Wat kan een gemeente of wat kan de Fietsersbond met die informatie? Met die snelheid misschien op zich niet zo vreselijk veel. Alleen het geeft wel aan dat mensen dus op een bepaald traject erg hard fietsen. En dat kan zijn omdat ze allemaal een e-bike hebben en die heeft een hogere gemiddelde snelheid. Dat kan betekenen dat je in je infrastructuur beter moet nadenken. Want zij zullen misschien fietsers die iets minder hard rijden gaan inhalen. Dat is op zich nog wel een gegeven. Of, je stelt misschien wel vast, misschien moeten ze daar niet zo heel erg hard en moet er ergens wel een snelheidsremmende maatregel in. Maar goed, dat is niet op basis van alleen maar die snelheid, maar daarbij kan het wel helpen. Of zijn we gewoon zo sportief hier in deze provincie? Ja, we zijn sowieso erg sportief. Er hebben redelijk veel mensen in Overijssel ook aan het onderzoek deelgenomen. In Zwolle zijn we natuurlijk fietsstad geworden. Dus er wordt ook al heel veel gefietst in deze stad. Dat is overigens niet alleen recreatief, maar ook gewoon van het huis naar het werk en weer terug. En dat is ook een van de dingen die je in het onderzoek ziet. Nog niet direct gespecificeerd op Zwolle, maar je ziet wel een echte ochtendspits. Om 8 uur 's morgens is het echt super druk. De avondspits verspreidt zich wat meer. En dat is eigenlijk wel eenzelfde trend die je ook bij auto's ziet. Maar goed, dat is informatie waar je wat mee kan. Dan moet je bijvoorbeeld aan de overkant ligt een fietsstraat. Daar sluit ook een garage aan. Daar wordt wel eens morgens om 8 uur 's morgens precies in die piek een vrachtwagen met auto's gelost. Dat zijn dan van die dingen die je nou met feiten kan onderbouwen dat niet heel slim is. Het is in ieder geval een onderzoek voor de Fietsersbond en ik neem aan ook voor de gemeente provincies die eraan mee hebben gedaan om te herhalen. Hè? Dat is zeker nuttig. Dat zou ik ook aanbevelen. En ik zou iedere fietser willen oproepen om als volgend jaar die fietsstelweek weer begint, dat die app gewoon te downloaden. Want daar komt informatie uit waar je als fietser gewoon heel veel aan hebt. Fietsen is gewoon een belangrijk ding. Hartstikke leuk. Het is gezond. Het is voor iedereen eigenlijk beter. Dus gebruik die app en gemeentes, overheden aan de slag met al die informatie.